Hallo, ik ben Peter. Ik doe al jaren gave dingen, zoals metaaldetectie, karpenvissen en urban exploring. Dus nu vind ik het tijd om jullie mee te nemen. Waar zijn we? Waar zijn we? Ja. Nou, in een kerk. In welke kerk dit nou was? Hier, kijk, duifje. Dat is dus... Hier ligt gewoon een duivennestje hier zo. Zie je dat? Roekoe, roekoe. Oh ja, hier ligt er ook eentje. Weet je hoe dit heet? De vogelpest. Zou je mond doen? Oh, wat ziet hier. Zeker. Het is mega mals. Kijk die hoofd ook boven je. Je ligt gewoon 5 centimeter stront. Leuk hè, die vogeltjes. Met de stank wel meevallen, dat gewoon in het begin, weet je wel. Ja, dan ruik ik gewoon een vogels. Kijk, hier liggen ze allemaal dood. Hallo. Hier zitten ze op het nest.
Nog even een leuk feitje over vogels, over duiven. Die zitten helemaal vol met luizen en parasieten. Stenen. Waar moet het uitkomen dan? In de blokkentoren. Hier zit er ook nog een hoop boven mijn hoofd. Muisje. Oh, daar ben je weer. Prut. We gaan weer verder omhoog. De vraag is, kan je hierop lopen? Bovenop de kerk naar de andere kant. Brian zei, als je hier komt naar beneden valt, dan moet je echt midden in de kerk. Ja, klopt. Dit is het dak met... Au. Maar dat is helemaal kapot. Ja, voor je rug? Ja, er stort heel de bende in, denk ik. We moeten wel echt naar beneden, hè? Ja, wacht even. Brein gaat kijken of hij de klok kan luiden. Ja. Naar mijn gevoel gaat heel die toren heen en weer, maar goed. Ja, dat zei ik toch al, die staan los. Ja, dan moeten we naar beneden, als we gaan wiebelen. Oh ja hoor. Hoi! Hoi je. Ik deed dit nog maar super zachtjes, hè. Hoe hard klinkt dit? Ja, oh wacht, hier hangt ie. Ja. Klonk het mega hard zeker. In de punt. Ja, wel grappig. Wel grappig. Ja, wel grappig. Ja, dat is wel leuk. Nee. Nou moeten we wel voor die kerst naar beneden. Ja, nou moeten we Loes doen. Oké, nu rennen. Ja, rennen, dat is niet heel verstandig. Ja, wel grappig, ja. Ja, dat moet je niet nog harder doen. Toegangsregistratie verplicht staat er. Dat is mislukt.
Thank you.